Maar wat voor fans heb jij dan? Typeer is een. Ik heb hele. Over het algemeen hele lieve. Fans die. Voor mijn gevoel. Ja, ik bedoel, er zijn nu weer twee beneden. We zitten al meer in, ze komen uit Drenthe. Ja. Dus twee uur rijden. Ja. Dus ik heb toch wel fans die. Omdat ik zelf zo ben, ik sta binnen open, weet je wel. Ja. Ik sta altijd, probeer altijd klaar te staan voor mijn fans. En je krijgt gewoon heel ontzettend veel van je fans terug. En ik hoop gewoon dat de fans je trouw blijven. Dat is ook mijn kracht, denk ik. Oké, drijf je. De laatste vraag. We willen even kijken hoe het. Ja, omschrijf Noorderschut eens. Daar ben ik wel benieuwd naar. Nog één keer? Noorderschut, daar kom je toch vandaan? Noorderschut, ja. Omschrijf het eens voor mij. Als je moet uitleggen waar je vandaan komt, dan ben ik wel benieuwd naar. Ik moet eerst zeggen, ik ben geboren in Emmen. Emmen, ja. Emmen is voor mij, dat is een beetje mijn plek. Oh, dat is wel je plek, oké. Ja, daar ben ik geboren, daar woon mijn familie. Ja. Ik woon nu 13 jaar in Noorderschut. Ja. Ik sta aan mijn oom Jan, die is ook een vraag aanwezig. Die is altijd erbij, oom Jan. Ja. Nou ja. Noordschut, ja, ik sta daar naast mijn oom Jan nogmaals en ja, over het algemeen het is wel, het wel prettig vertoef. Maar de plek waar ik ben geboren, okay, dus Emmer is Emmer. Okay. Dat is voor mij nog steeds, ja, heb je vrienden, heb je voetbal, heb je, van mijn kant, hè, mijn vrouw woont en heeft altijd gewoond in Hoogeveen. Ja. Maar nogmaals, ik woon naast oom Jan en ik heb daar ook heel veel vrienden zitten in Hoogeveen. Okay. Dus, het is nog steeds wel wennen. Ja? Na 13 jaar, ja, toch wel. Oh, dus je bent nog steeds Ik denk, ja, ik toch als ik een poosje weer uit Noorderschut ben, dan heb ik weer, nee, ik ga toch liever naar Noorderschut. Okay. Maar zit te lang in Noorderschut, denk ik, hey, ik ga even naar Emmen, joh. Ik vind, dus eigenlijk ben je nu gewoon, heb je twee benen, sta je. Ja, oké, ik ben nu 32 jaar. Ja. Ik was 19 jaar toen ik ging samenwonen. En ik woon nu 13 jaar in Hoogeveen. Maar hoe zwaar was het dan op een gegeven moment, joh, Emmen te verlaten? Een nachtmerrie. Ja? Ja, echt waar. Maar waarom je God wilde zij dat niet naar Emmen komen? Mag ik? Waarom je God wilde jouw vrouw of vriendin niet naar Emmen komen? En waarom moest jij daar naartoe? Waarom ben je daar terechtgekomen? Waarom zie je naar Emmen? Is er nog een reden voor geweest? Of ja, ja, toch wel. Als je mij echt wil, dan moet je maar hier komen. Ja, zo zat het weer in elkaar. Ja. Geef me mijn vrouw en nou ja, ze woont hier bij haar moeder vandaan. Oké. Okay. En bij oom Jan vandaan, die woont er ook naast dus. En ja, oké. Okay. Ik ben toch vaak weg. Ik was ook altijd al vaak weg. Ja. Nou ja, zijn we besloten om daar te gaan wonen. Achteraf. Dat is toch wel zwaar? Zwaar, ja. Ja. Maar ja, iedereen, ik heb eigen gezin, ja. Ik bedoel, ja, dat is het, ja. Maar ik ben toch wel vaker te zien en met een Noordse kus. Toch wel. Ja, zeker. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Oké. Okay.